Als galerijhouder is Jos de Pippere nog steeds gepassioneerd door het oeuvre van José Vermeers. Het was zijn vader Michel die in de galerij als eerste werk van José tentoonstelde in de jaren 60. Ze hebben elkaar leren kennen uiteindelijk in de Academie van Kortrijk voor de Tweede Wereldoorlog. Mijn pa was er vanaf 39, denk ik, en José een paar jaar ervoor al. Dus ze hebben elkaar daar leren kennen en die vriendschap is gebleven. Ook tijdens de oorlog, dan is José enkele jaren vertrokken naar een academie van Antwerpen. Heeft daar les gevolgd bij Walter Vaas, bij Constant Permeke ook. Maar ook na de oorlog zijn ze dus blijven die vriendschapsbanden onderhouden. Er hangt hier trouwens een portret van José dat hij gemaakt heeft. Een portret van mijn vader in het jaar 46. Toen was José 24 jaar. Er hangen hier trouwens ook nog een paar stadszichten van Kortrijk, geschilderd door José Vermeers tijdens of juist na de oorlog. Ook een zelfportret van het jaar 52. En ik weet nog dat in de periode, dus dat hier een antiekzaak was, dat er ook werk van José Vermeers hier in de galerij dus geëxposeerd werd. En dat waren meestal portretten van zijn kinderen, van Riek, Paul en Vera, die hier te koop werden nageboden. José was in die periode ook op het Pomerode ontwerper van open haarden, die hij dus persoonlijk ging gaan metsen dan ook bij de mensen. En hij bakte ook de keramiektegels voor om te verwerken in die open haarden. En in feite heeft hij zijn vakmanschap van keramieker daar in feite een start gegeven. De beelden in keramiek die kwamen pas later. De start waren zijn eerste schilderijen met die nieuwe vorm, zoals dat schilderijtje van 68. En ook de eerste beelden zijn ontstaan in feite in 68. En in 69 kwam er dan die eerste tentoonstelling met dit werk. En mijn vader organiseerde dat met een paar vrienden, jeugdvrienden van José eigenlijk, met Marcel Notenbaard, Octave Landuit, Jan van der Kerkhoef, André de Roo, die in feite dan toonaangevende kunstenaars waren. En de eerste tentoonstelling was een enorm succes. José verkocht alles wat hij gemaakt had. En aan de grote collectioneurs van die periode, Carlo de Porter, ook de grootste galerieën van die tijd, dat waren Campo van Antwerpen, Vraneman van Kruishoutem, die kochten hier werk. Wij hadden die jaarlijkse tentoonstelling van 69 dus herhaald. En we zijn die blijven herhalen tot in 97, tot hij gestorven is. We hebben ook zijn werk verder dan geëxposeerd op de beurzen in die periode. Classica, Lineart, Hardtop in Rijssel. Met blijvend succes. Zelfs de jeugd blijft gefascineerd door het werk van José Vermeers. Dat is, hij blijft dus bij de grote klassieke kunstenaars van die periode blijft een van de allergrootsten. Daar ben ik zeker van.